Deze highlights worden u aangeboden door Expedia en Mastercard. UEFA Champions League sponsors. Hier is het Cavani. Oeh la la, de eerste keer dat hij echt een bal te zien krijgt, scoort hij bijna meteen. Prachtig, Maria. Van Di Maria en dan Burki met de voet. Qua kopbalkracht. Dortmund iets steviger toch dan Paris Saint-Germain. Maar dat hoeft niet, want daar is Neymar. En die maakt er 1-0 van. Je moet niet de beste koppers hebben en de grootste jongens om te scoren. En dat doet hij niet zo vaak met de kop. Nee. Geweldig naar Mbappé. Zijn maatje. Geweldige hoekschop van Di Maria. Slecht verdedigd dat wel. Alles in de eerste zone bij Dortmund. En Neymar weg van, ik denk, Hakimi. Niet goed gekopt van Sancho. In de voet van Gueye. Paredes, tackle voet vooruit en nog een keer. Voorlopig komt hij ermee weg. Neymar. Bal bij Di Maria en de 2-0. Het is zo waar Bernat die weet te scoren. Op slag van rust. De linksback die daar naar de eerste paal was gekomen. Maar bij Dortmund zitten ze na te denken wat ze misschien offensief extra zouden kunnen brengen. Denken ze dan weer aan die Reina, die inviel in de heenmatch. Die jonge jongen. 17. Ja, die het zo geweldig deed bij zijn invalbeurt. Di Maria achter de bal, meteen op doel. En Burki moest hem naar zijn doel zweven. Misschien was hij er wel naast gegaan. Ja. Inderdaad, dat had je goed gezien, Wilfried. Maar een geweldige zweefsprong van Burki. Goeie vrije trap. Hakimi. Reina Pisse komt weer eens mee in de aanval. Legt hem goed terug voor Brandt, die kan schieten. Niet onaardig, maar daar blijft het voorlopig bij. Bij Borussia Dortmund. Niet onaardige dingen. Nee, ja, voilà. Reina. Schot Brandt. Een geluksballetje. Nou, gelukkig voor PSG valt die afgeweken bal op het dak van het doel. Goed van Reina. Ja, ja, zeker. Valt hij erin. Dortmund vorig seizoen ook in deze fase uitgeschakeld. Toen door de latere finalist Tottenham Hotspur. 3-0 verlies in Londen en ook thuis. Dan nadien 0-1. Een ontduik van Neymar. Nou, weliswaar een overtreding. En kijk, Marquinhos. Ja, als aanvoerder zou hij als eerste de gemoederen moeten proberen te bedaren. Maar hij gaat voorop in de strijd. Zagadou probeert iedereen tegen te houden. Dat is onmogelijk. Maar wat die van PSG nu doen richting Emre Can. Wat heeft Can dan gedaan op Neymar? Het is in elk geval weer tijd gewonnen voor Paris Saint-Germain. Rood. Rood. Maar hij schrijft het op zijn gele kaart. Maar geeft er wel rood aan Can. Hier,
de duw. Ja. De kopstoot van Neymar. Duwtje. Duwtje van Emre Can. Zagadou die denkt van, wat doe je nu, man? Neymar die natuurlijk gaat liggen. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.